Christian. Welkom, ik zeg altijd, in het meest intieme theater van Amsterdam. Welkom in het Betty Astrid Complex. En dankjewel Hubert, de pianist van vanavond, ja. Ja, en wij gaan jou vandaag nog heel veel horen. Zowel voor als na de pauze, want we hebben daar een prachtige muziek van George. Waar zit George? Ah, daar zit George van de pannen. Ja, we gaan daar heel veel. George, we gaan nog lang nog groot aankondigen met een grande entree, met Penny de Jager, Soberlet, alles komt erbij nog. Ja, nou, dames en heren, de laatste barbecueclub van dit seizoen alweer. Oh. Het is zo leuk als je kunt spelen met je publiek. Ja, het is het laatste van alweer het derde seizoen. Van een heel gevarieerd publiek, sowieso qua leeftijd. Volgens mij is een van de jongsten, volgens mij 20 waar ze. Ook mijn neef is ook hier, mijn neefje Tom, waar zit hij? Hey, Tom! Ja, die is ook even, Tom, jij bent hoe oud ben je? Ja, 21. Maar we hebben volgens mij ook iemand van 86 hier in de zaal. 86, is het die zou komen. In ieder geval, een heel gevarieerd publiek. Maar ook een heel gevarieerde avond. Want na de pauze dan gaan we het hebben, dames en heren, over het boek van Kluun. Zijn nieuwste roman. DJ Kluun is er volgens mij nog niet, maar die komt dadelijk wel. Hij komt hoor. En dan gaan we gewoon lookalike in nu. Wij gaan vandaag beginnen, en nu ga ik je aankondigen, George, met muziek. En wat heb ik altijd, muziek hier bij Bart's Boekenclub. En ik, George ken ik al. George, kom hier. George, namens George Lepper. George, hoe lang kennen we elkaar? Huisgenoten. Ja, we hebben samen gewoond. Ja. Niet relationeel gezien, maar wel. Gewoon samen gewoon, ja. Nee, dat was platonisch. Platonisch, ja. En dan hebben we samen ABBA geluisterd. Maar jij weet alles van ABBA, hè? Ja, ik weet alles van ABBA. Maar ik weet alles van ABBA, maar hij weet echt alles van ABBA. Hij speelde, we gingen laatst lunchen, we gingen het hierover hebben. En van neem me over de show. Ja. En we gingen een soort quiz houden met elkaar van welke is de auto toe? Nou, dat is dat Should I Love or Cry. En opeens, en wat is dit dan? En dan doet hij... Dat is de baslijn, zegt hij. Van Harry Nielsen. Baslijn van welk liedje dan? Ja, dan moet je juist raden, Sjoerds. Een baslijn. Jij weet zelfs de baslijn van één ABBA-liedje. Welk liedje was het eigenlijk? Head of Heels. Head of Heels. Van de CD Visitors, tweede track. Dat was ook een hele leuke videoclip trouwens, op YouTube te bekijken. Maar Sjoerds, wat leuk dat je hier bent. Ja. En wat denk ik, nou, ik wil groots afsluiten. Nou. En ik wil graag jou hebben in de show. En we gaan vandaag meerdere liedjes horen. Na de pauze van jouw nieuwe cd met elkaar. Ja, we doen nu een klassiekertje, denk ik. Ja, nu een klassiekertje. Ik ga met jullie allemaal doen. Ik weet het zeker. We gaan iets Amsterdams doen. Ja. We gaan gelijk vrolijk beginnen. We gaan vrolijk beginnen. En triest afsluit. Ja, je kunt er ook in zo'n stichting correlatie eraan. Jongens, waarmee wil je gaan beginnen? We gaan iets van Shafi doen even, jongens. We gaan deze laatste avond van jou. Ja, dat is toch een feestje, laatste avond gaan we echt goed beginnen. Hubert Jan Hollux aan de piano. Jij gaat zitten, ik ga hier zitten. Laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want door de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedraal, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik
zal mijn vrienden nooit vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze woonden, moest ik weten. Maar ik verloor laatst de brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf wel voor elkaar. Laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Nooit verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb een leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schaal en van duur. Er is geen stuiver die ik spaar. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook best eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Maar laat mijn liedjes dan maar zweven. En verder zoek je maar uit. Voorlopig blijf ik nog jouw zangen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe ving. Ik blijf nog lang, het liefst nog langer. Maar laat maar blijven. Nee, jullie ook trouwens. Ja, jullie ook. Nee, ja. Toch zakjes, hè? Ik zie je zo. Okay, ja. Dames en heren. Ja, de winnaars van de van Proza Pitch. Die kregen, zoals beloofd, een plek op de nu al befaamde groene stoel. Ja, ja, hartstikke leuk. En dus nu ga ik de twee winnaars aan jullie voorstellen. Ga ik ook een grote aankondigen. En ik ga met hen in gesprek over twee compleet diverse uiteenlopende boeken. Nummer 1. Oh, ik vind het leuk om te zitten. Vind ik leuker eigenlijk. Dames en heren, Patty van Delft is geboren en getogen in Den Haag. En na jarenlang voor de klas hebben gestaan, is zij nu fulltime schrijfster. En sinds jonge leeftijd verslindt zij al boeken en schrijft korte verhalen en gedichten. Vooral het lezen en schrijven van fantasy heeft haar passie. Want, ik citeer, wat is er nu mooier dan even te ontsnappen aan de werkelijkheid en jezelf te verliezen in de wereld met magie, helden en draken. Vanaf 2013 is zij blogger en publiceert zij ook Engelstalige gedichten. En naast schrijven heeft Patty nog vele andere hobby's zoals fotograferen, schilderen, het beoefenen van diverse sporten en het maken van beeldjes van polymeerklei. Vind ik zo leuk? Polymeerklei, voornamelijk draken. Ja, maar dan ook meer draken, want deze mythische
Trouwens, wat is eigenlijk polymeer klei? Sorry. Dat is klei wat je af moet bakken in de oven. Oh ja, afbak klei in de oven. Daar mag ze draken van, onder meer dan. Want deze mythische wezens zijn haar grootste liefde. In april 2014 bracht zij ook haar eerste deel uit van haar voor jongvolwassenen geschreven fantasy trilogie Dragon Duma, genaamd Zij die hoort. Een jaar later gevolgd door het tweede deel Bondgenoten en Vergaders en begin juli vorig jaar verscheen het laatste deel van deze mislepende trilogie, Het Zwarte Kristal. Dan heren, Patty Wonders, de Hebban Proceptage en dus nu te gast hier tijdens de finale editie van Mars Book Club. Dan heren, Patty van Delft. Patty, ben je al eens drinken? Want ik heb hier wel water, maar wil je eens drinken? Ja, water. Ja, maar je iets anders. Het is toch van het huis, dus je mag alles bestellen. Oh, doe dan maar zoete witte wijn. Zoete witte wijn voor Patty, als we die hebben. En Hugo, wil jij ook eens bestellen? Want een biertje. En een biertje, zoete witte wijn en een biertje. Er komt zo dadelijk komt er iemand langs voor zoete wijn en een biertje. Zit je goed? Goed. Dames en heren, de tweede Proost & Pitch winnaar is Hugo Theodor Agnes Matthäus Luiten, katholiek, is historicus en schrijver en werd in 1969 geboren in Nieuwstad bij Born. Is echt een Limburgse jongen Limburg, maar woont momenteel in Antwerpen in een oude Scheldefort. Een aantal jaar geleden ontdekte hij in een kist met familiefoto's een wit prentje van een onbekende Duitse soldaat. Het bleek te gaan om Heinrich Ohlenvorst, een achterneef van zijn overgrootvader die in de eerste wereld van de Eerste Wereldoorlog was gesneuveld. Het inspireerde Hugo tot het maken en schrijven van zijn roman Offer voor een verloren zaak. Het is meeslepend, heel beeldend geschreven en het laat zien de eerste dagen, de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog. Vanuit het perspectief van een Duitse soldaat. Hugo deed dus mee met de vorige Proza Pitch. En won met verven. Echt met verven. En ik ben heel blij dat hij hier is. Helemaal uit Antwerpen, dames en heren. Hugo Luiten. Ja, Dragon Duma. Wat ik eerst begin, je schrijft op gedichten in het Engels. Ja. Ben je goed gestaan zo? Ben ik goed gestaan zo? Ja. Waarom doe je het eigenlijk in het Engels? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik van jongs af aan eigenlijk al gedaan. Ik probeer wel eens in het Nederlands te schrijven. En heel af en toe lukt dat ook. Ja. Maar in het Engels, dat ligt mij beter. Voor de taalgevoelig lekkerder, zeg ja, maar. Ja, ik vind het, de cadans van Engelse woorden vind ik prettiger dan gedichten dan. Dan Nederlands, ja. Ja. En wat schrijf je over dan? Over het algemeen eigenlijk wat duistere poëzie. Ben je duister? Een beetje. Wat is duister? Ja, precies. Ja, wat is duister? Ja, wat is duister? Nou ja, het zijn voornamelijk wel wat zwaardere onderwerpen. Dus depressie, dat soort dingen. Posttraumatische stressstoornis? Posttraumatische stressstoornis, inderdaad. Dat heb ik helaas zelf ook. Dan kun je ook van je afschrijven dan? Ja, sowieso. Maar ook het mooie is dat je andere mensen ermee kan helpen die zich daarin herkennen. En ik had altijd gedacht van het is best duister, dus misschien worden mensen daar zo gereinigd of droef van. Maar die mensen voelen zich juist gesterkt, doordat ze dat iemand eigenlijk laat zien wat ze nou eigenlijk voelen. Ja, de kracht van het woord, hè? Ja. En ook mooi voor literatuur en van proza en van gedichten natuurlijk. Maar we zijn hier niet voor je gedichten, nee. Zijn hier voor je trilogie. Ja. Ik zei het, Dragan Duma, is het goed uitgesproken? Dragan Duma. Ja, precies. Dragan Duma. En kun jij vertellen eigenlijk, wat is Dragan Duma? Dragan Duma is een parallele wereld. Ik ga af en toe even deppen, want het is best waar. En Dragan Duma is een parallele wereld die verbonden is door energiebanen met die van ons. Ja. En de draken die kunnen door middel van poorten over die energiebanen heen en weer reizen tussen de twee werelden. En ze zijn eigenlijk, ze komen oorspronkelijk hier vandaan. Maar hier werd de magie eigenlijk steeds meer
door de technologie vervangen. Rationeel, allemaal rationeel natuurlijk. Precies, ja. En daardoor zijn ze eigenlijk op zoek gegaan naar een andere woonplaats, omdat ze daar gaan doen aan geworden. En het is ook echt een fysieke wereld, hè? Dus, ja. Want daar hebben we ook een afbeelding van. Maar als ik het zo zie, ik moet alleen een beetje van Game of Thrones-achtig... Hoewel ik zie alleen geen ijs in het noorden dan. Maar wat voor soort wereld heb je? Op de bergen, kijk, zie je. Oh ja, ja, zie je op de bergen. Ja. Maar ik zie geen wol, ik zie geen muur. Nee. Maar wat voor wereld heb je willen scheppen hier? Ja, eigenlijk een wereld die heel veel op die van ons lijkt. Alleen dan hoe het honderden jaar geleden was. Dus eigenlijk voor de technologie het overnam. Zou je daar willen wonen? Nee. Nee, ik ben echt een gamer, dus nee, ik zou dat veel te veel gaan missen. Ja, want is drakenbrei dan natuurlijk ook wel erg cool, maar nee, ik ben wel gehecht aan de moderne technologieën, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dan is dit, als je zo die wereld zo ziet, dan is het zo van ja, ben je met zo'n vluchtgedrag. Vluchtgedrag klinkt een beetje negatief, maar wel even alsof een vorm van escapisme. Dat klopt. Ja. Ik heb in mijn jeugd wel aardig wat meegemaakt en ik heb eigenlijk altijd mijn hel gezocht in boeken om even uit de werkelijkheid weg te zijn. Ja. En ik denk dat meerdere mensen dat hebben. En ik vind het heel mooi dat ik daar dan een wereld voor mag creëren, zeg maar. Waar mensen dan even tijd door kunnen brengen. Ja, gewoon even een soort vakantie in je hoofd. Ja. Rick vraagt, wat is het? Dat was eigenlijk met. Wat is je inspiratiebron eigenlijk? Dagdromen voornamelijk. Ik ben een echte dagdromer. Word je wakker en dan ga je fantaseren? Nou, dat gaat de hele dag door, hoor. Dat kan ook prima als ik een gesprek met iemand wil voeren ben. Als ik dan ineens stil ben en ik kijk je niet aan, dan de dikke kans dat ik dan daar zit in plaats van hier. Ja. Maar dagdromen eigenlijk. Ik woon tegenover een grasveld en ik zat een keer uit het raam te staren naar het grasveld. En toen had ik zoiets van, hoe cool zou het zijn als daar gewoon een draak landt? Die mij dan meeneemt naar een parallele wereld. En ja, ik denk. Heb je ook een keer gedacht? Hoe zou het zijn? Nou, ik herken wel wat ze zegt van vluchten en escapisme. Even de waan van de dag voorbij, dat kan met fantasie we overigens ook wel veranderen. Dus, ja? Maar dat herken ik wel, ja. Met raken, met raken. Stappen. Nee. Zou je iets kunnen vertellen over het plot? Zou ik iets kunnen? Ja, dat kan ik wel. Ja, het zijn drie delen, dames en heren. Nee, maar kort van waar gaat het verhaal eigenlijk over? Het hoofdpersonage heet Jill. Ja? En het is een meisje van 16, ze wordt 16 in het eerste boek. En zij heeft in haar korte leven al het een en ander meegemaakt. Ze is haar moeder verloren bij een auto-ongeluk. En ze heeft haar vader nooit gekend, dus ze is eigenlijk van pleeghuis naar pleeghuis gegaan. Totdat ze het zat was en is weggelopen. Nu woont ze dan met twee andere tieners in een kraakpand. En het bevalt haar eigenlijk prima. Alleen door alles wat ze heeft meegemaakt, heeft ze heel veel moeite met banden te maken met andere mensen. Ja. Ze is heel erg op zichzelf, ze houdt van lezen. Ze vindt het heerlijk om in boeken te ontsnappen, zeg maar. En vooral fancy. En er gebeuren een aantal onverklaarbare dingen nadat ze 16 is geworden. En het hoogtepunt daarvan is eigenlijk dat ze op een nacht wakker wordt, uit een raam kijkt en een draak op het grasveld aan de overkant van haar huis ziet staan. Hoor wat parallellen. Lijkt je erg op jou? Achteraf gezien wel. Ik heb het niet met die intentie geschreven, maar omdat ik in de ik-vorm schrijf. Want kom je er eigenlijk niet aan om delen van jezelf te gebruiken. Maar zou je iets willen voorlezen dat mensen een beetje indruk krijgen van waar Dragan Duma over gaat? Over gaat. En hoe het klinkt uit jouw mond. Wat ga jij eigenlijk voorlezen? Ik ga een stukje eigenlijk uit het begin voorlezen. Dat ze dus, wat ik net vertelde, uit het raam kijkt en daar ziet staan. Ja, als je een draak op een grasveld ziet staan, dan heb je of het idee dat je doordraait of dat je droomt. Nou, Jill die besluit dat ze droomt. Dus die gaat een kijkje nemen, want die heeft zoiets van, ze heeft veel last van nachtmerries. Dus dit is in principe voor haar een prettigere ervaring dan de steeds terugkerende nachtmerries. En als ze daar dus aankomt, staat daar dus een draak. En tot haar grote verbazing hoort ze de stem van die draak ook in haar hoofd. En dat gaan we nu. En dan gaan we nu naar luisteren. Ja, leuk. En bij die draak wordt een ridder. Tuurlijk. Ja.
Die wil haar eigenlijk meenemen naar de parallele wereld. Die wil mij meenemen naar die andere wereld. Naar Dragan Duma. En dan? Nou, dan is het de bedoeling dat je vaardigheden in magie worden getest en getraind. En ook wordt er gekeken of je misschien in aanmerking komt om kandidaat te zijn voor een verbindingsceremonie. Als dat het geval is en een draak kiest jou uit om zijn ziel aan te verbinden, dan word je opgeleid als Draganimaru. Het klinkt allemaal zo ontzettend absurd dat ik er niets aan kan doen dat ik in de lach schiet. Maar ik onthoud onmiddellijk op met lachen als ik de stem van Sheffield in mijn hoofd hoor. Het lachen vergaat je snel genoeg als je me hier nog langer op dat natte weiland laat staan, tweebener. Mijn geduld begint op te raken. De draak gromt en brengt zijn gigantische kop vlak bij mijn gezicht, zodat ik zijn adem kan ruiken. Vuur. Ik deins terug. Tjonge, een draak met een rothumeur. Sheffield zegt het een beetje bot, maar hij heeft wel gelijk. We moeten opschieten, zegt Jordian met een bestraffende blik op de groene draak. Even twijfel ik. Maar dan bedenk ik me dat dit een droom is en dat het dus geen fluit uitmaakt als ik besluit om met Jordian en Sheffield mee te gaan naar een of andere parallele wereld. Bovendien ben ik wel benieuwd hoe deze droom gaat aflopen. Goed, ik ga met jullie mee. Beter om deze fantasie werkelijkheid te laten zijn in plaats van de echte werkelijkheid. Veel beter. Oké dan, kom, ik help je opstappen, roept Jordian opgelucht. Als ik naast Sheffield sta, denk ik dat opstappen misschien een verkeerde woordkeuze is. Opklimmen en klauteren zou beter zijn. Sheffield zakt door zijn knieën en legt zijn staart naast zijn lichaam, zodat we via zijn staart op zijn heup kunnen klimmen en van daaruit over zijn rug naar voren kunnen klauteren, totdat we op zijn nek kunnen gaan zitten. Ik zit voorop en kijk angstig naar de scherpe stekels voor me. Jill, luister goed naar me. Hou je stevig vast aan de nekstekel voor je en leun achterover bij het opstijgen. Als we naar de andere wereld springen, dan geef ik je een seintje. Dan voel je je heel even ongemakkelijk, maar dat duurt niet lang, oké? Ik knik. Het zal allemaal wel. Sheffield komt overeind en ik slik als hij zijn enorme vleugels uitslaat en zijn spieren aanspant. Dan neemt hij een sprong en slaat tegelijkertijd met zijn vleugels. Ik klap naar voren door de kracht met waarmee we omhoog schieten. Oh ja, achteroverleunen. Ik doe mijn best om weer rechtop te gaan zitten, wat niet meevalt omdat we nog steeds stijgen. Mijn maag maakt salto's voor en achterover en ik ben bang dat ik moet overgeven. Mijn ogen beginnen te tranen. Dan tikt Jordian op mijn schouder. Ik knijp mijn ogen stevig dicht en mijn hart schiet naar mijn keel. Er klinkt een zoevend geluid en ik heb het gevoel alsof ik word geplet. Mijn lichaam wordt in elkaar gedrukt en ik heb heel veel moeite met ademhalen. Noemde Jordian dit nou echt een beetje ongemakkelijk? Het is vreselijk en heel beangstigend. Bovendien lijkt het een eeuwigheid te duren. Misschien begint mijn droom dan toch in een nachtmerrie te veranderen. Net op het moment dat ik in paniek begin te raken omdat ik geen lucht meer krijg, klinkt er een harde plof en is het nare gevoel weg. Ik zuig mijn longen vol met zuurstof en open mijn ogen. Verbaasd kijk ik naar het schitterende landschap dat onder de vleugels van Sheffield voorbij trekt. Groene heuvels en rivieren die oranje kleuren in het licht van de opkomende zon. Er staan kleine huisjes van gekleurde stenen in groene valleien in groepjes bij elkaar. En voor ons reiken gigantische bergen naar de roze en paarse hemel. Het landschap dat zich onder ons uitstrekt lijkt op het land dat in geen eeuwen is veranderd. Met schitterende watervallen, bergen en rivieren. Sheffield slaat loom met zijn vleugels en duikt over een van de toppen van de bergen. Beneden op de uitsteeksels van de berg zitten draken in allerlei kleuren. Sheffield maakt hetzelfde brommende geluid als eerst. Maar nu lijkt het honderdvoudig versterkt te worden door het antwoord van alle draken in de vallei. Het gebrom trilt door mijn lijf en ik kijk mijn ogen uit. We zweven naar beneden de prachtige valleien. Als we dichter bij de grond komen, zie ik dat er een dorpje aan de voet van de berg ligt. Aan de rand van het dorpje zie ik een plein waar een aantal draken zich heeft verzameld. Vlak voordat we landen, zie ik dat er naast elke draak een mens staat. De Draganimaru. Mooi, dank je. Avontuur en dan. Je hebt ook voor de ik-persoon gekozen, expres. Ja. Waarom voor de ik-persoon? Nou, ik had eigenlijk altijd gedacht, als ik zou schrijven, dat het in derde persoon zou zijn. Mm-hmm. Zo ben ik ook begonnen. En na 3 hoofdstukken, toen las ik het terug en toen had ik zoiets van, nee, dat is het helemaal niet. Toen heb ik alles gedelete en toen ben ik in de ik-vorm gaan schrijven. Heel veel mensen is het heel erg wennen, omdat je eigenlijk maar 1 persoon volgt. Ja. Alleen je volgt die persoon wel tot op het diepste niveau. Dus je kan echt in het gevoel en echt in de huid van die persoon kruipen. En
dat vind ik als schrijver ook wel erg leuk. Ja, je kunt echt alles van jezelf kwijt. Een tipje van de sluier, ja. In boek 3 schrijf ik ook in de stukjes in de ik-persoon, maar dan vanuit een van de draken. En dat was ontzettend leuk om te doen. Leuk. En in deel 3 komt ook iets over homoseksualiteit. Absoluut. Ja, ja. Dat was als ik, ja, en toen waarom juist. Nee, dat heb ik gelezen. En ja, wat grappig dat je daar hebt gekozen om seksualiteit erin te verwerken. Ja. Ja, ik wilde juist ook om Dragan Duma dus, te scheiden van onze wereld toen die eeuwen geleden was. Het juist daar eigenlijk gebruikelijk maken dat het normaal is zoals het in deze wereld ook zou moeten zijn. Ja. Dus ik kreeg ook op een gegeven moment in de recensie van ja, het is jammer dat je daar niet op dieper op ingaat. Ja. Maar ik heb daar expres voor gekozen, want ik wil daar niet dieper op ingaan. Dat moet normaal beschouwd worden. En niet als iets wat uitgekoud moet worden en uitgelegd aan de mensen die het lezen. Ja. Nee, het is normaal. Klaar, accepteer het. Heer. Goed. Ja. Laat het dan met jou. Als iemand dadelijk vraagt aan jou van waarom zou ik het boek moeten lezen of moeten kopen, wat is dan jouw kernachtige antwoord? Nou ja, sowieso als je van fantasy houdt, dan is het natuurlijk een prachtig boek, maar ook als je niet bekend bent met het genre, dan zou ik zeggen van probeer het eens. Het is, ik hoor van heel veel mensen die dus normaal gesproken geen fantasy lezen, maar wel mijn boek zijn gaan lezen omdat ik het heb geschreven, wat heel erg lief is natuurlijk. Maar dat ze toch wel zijn overgehaald en dat ze toch wel zoiets hebben van, hé, misschien hou ik wel van fantasy. Ik vind dat je nooit jezelf moet vastleggen, dus ik lees zelf ook niet alleen het genre fantasy, ik lees eigenlijk alle genres wel. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Open je wereld, verrijk je wereld en lees de trilogie. En kom eens naar een andere wereld. Ja, kom naar een andere wereld. De wereld van Dragan Duma. Dames en heren, Patty van Delft, ja. Ja. En ik ga compleet is anders. Compleet is anders. Nu gaan we van de fantasy, van de droomwereld, naar een hel. Ja, de hel van 1914, 1918 eigenlijk, ja. Hè? Dames en heren, het boek Offer voor een verloren zaak. Hugo Luit heeft het geschreven. Ik heb het in een ademteug uitgelezen. Ik heb sommige scènes, sommige bladzijden gewoon af en toe dicht moeten slaan. Want dit is gewoon echt te heftig om te lezen. Daar gaan we ook zo over hebben. En jullie krijgen dadelijk ook een plaatje te zien dat het ook wel snapt wat ik bedoel. Hugo, als je jouw boek, het verhaal, het plot in één zin moet gaan samenvatten, is eigenlijk de zin die te lezen is op de kaft, op de omslag, toch? Ja. Duitsland, ja. Augustus 1914, een Duitse reservist moet vluchten uit zijn geboortedorp en gaan naar het front toe. Ja. Dan gaat heel in het. Dat is de plot in één zin. Maar het is een boek van 400. Nog wat pagina's, dus er gebeurt daadwerkelijk nog meer dan genoeg in het verhaal. Ja, en ik zei dan in de aankondiging, het is gebaseerd op een bitprintje dat je had gekregen van jouw grootmoeder. Vertel eens. Ja, van moeder. Het zat in een blikje doosje met allemaal bitprintjes van allemaal familieleden. Het doosje was van mijn overgrootvader geweest, dat was wel bekend. En al die mensen die erin zaten, die konden we nog wel herleiden tot... Ome Shane en ome Miet, maar dan ook, ja. Precies. Alleen, ja, eentje die bleef er boven drijven, althans, die konden we niet thuis brengen, dat was die Heinrich Ohlenforst, een Duitser. Mijn overgrootvader woonde vlak tegen de Duitse grens, dus dat was ook niet vreemd. Waar precies, waar ben ik ook? In de buurt van Zittacht. Zittacht, ja. En het zou kunnen, hij had ook wel familie over de grens, niet dat wij wisten, maar dat kan toch altijd, dat is 100 jaar geleden. Hè, dus, en dat heb ik eerst eens opgezocht, gewoon uit interesse, ik ben leraar geschiedenis, gewoon is het familie überhaupt, dat is wel leuk, ik was al mijn halve leven al bezig met die Eerste Wereldoorlog, zeg maar. En dat bleek dus heel erg ver weg familie te zijn. Het was een achterneef van mijn overgrootvader, en zo is hij in dat doosje beland. Ja, en dan heb ik er eerst mijn studenten mee, heb ik dan een opdrachtje voor verzonnen. En de studenten, ik was toen een jaar aan de lerarenopleiding. De PABO? Nee, de lerarenopleiding. Leraar geschiedenis. En die heb ik er een opdracht voor verzonnen. En moest ik met dat bitprintje aan de slag. En gaandeweg denk ik van dat kun je nog 10 jaar doen en zo. Maar er zit meer in.
En toen dacht ik, wat ga je boeken schrijven dan, maar... Kom zo, dus die studenten gaan daar op onderzoek uit. Wat krijg je dan terug van hun? Nou ja, ik had het zelf eerst alles, want ja, dat achteraf bleek er helemaal niks van te kloppen. Alle informatie op het witprintje, dat was foutief. Dus er stond bijvoorbeeld, hij was gesneuveld, zu Lausing bei Verdun. Lausing, dat moet een plaats zijn dan. Ik heb eigenlijk dat alles afgezet. Zelfs oude, ik denk misschien hebben ze dat omgenoemd, hè, dat het een Franse naam heeft, maar toen een Duitse naam had, zou kunnen. Ja. Niks van te vinden. En achteraf bleek het Souin te zijn. En dan denk ik van, ja, ik stel me zo voor dat je zo met zijn oude veldtelefoon, hè, dat doorgeeft dat die jongen gesneuveld is. Hè, waar, hè, Souin, oh, Lausing. Lausing, met Prinsje. Zo staat, dus dat klopt. Dan heb ik dus eerst moeten uitzoeken, ja, waar is hij daarheen, waar heeft hij allemaal gezeten, heeft hij überhaupt iets meegemaakt wat het vertellen waard is. En dat bleek het geval. Hij is bij de allereerste aanvalstroepen geweest in 1914, die via Luxo, Frankrijk binnenvielen. En dat werd het ruggengraat vervolgens. En dat heb ik mijn studenten ook laten opzoeken. Alleen met dit bitprintje. En verder mogen ze alleen maar internet gebruiken en een bitprintje. En verder, zoek maar. Maar de persoon, Onno Forst, wie hij was, hoe die uitzag, zo kan het, hij gaat een beetje even shaken, maar ik weet niet hoe dat komt, maar wie hij was, je hebt geen idee. In de Tweede Wereldoorlog zijn ze geëvacueerd en thuis gebombardeerd en alle foto's en brieven en wat die meer zijn, is allemaal verdwenen. Het enige wat ik wel nog, maar dat was heel erg veel later, heb ik nog een annonce gevonden in een krant, kan iemand mee brengen. Nou, dus, ja. Daar kon ik het afleiden dat hij in ieder geval zeker dood was, want ik had een witprintje en een alles. Maar dat was het enige wat ik van mij geen foto en niks, helemaal niets. Ik wist ook helemaal niet wat voor soort iemand het was. Of een leuk, sympathiek man was, maar hij was in 34 toen hij overleed? Hij was net 14 dagen voor zijn 34 verjaardag. Ja, precies. Ja, en dan zou je toch een boek over hem te gaan maken? Ja. Waarom? Ja, gewoon. Waarom juist een roman dan? Ja, er wordt natuurlijk al heel veel, zeker in de aanloop naar die 100 jaar Eerste Wereldoorlog, werd er al heel erg veel non-fictie geschreven. En daar wilde ik eigenlijk niet de zoveelste van zijn. Bovendien, dan ontkom je niet aan dat doodsaaie annoteren van allerlei gegevens en archieven. En daar heb ik een broertje aan dood. Dus ik denk als je een roman schrijft, hoef je dat niet te doen. Dan kan je lekker alles opzoeken wat je wil en dan hoef je nooit verantwoording over af te leggen. Het kan allemaal... Het klopt allemaal trouwens, maar ja, het is, ik hoef niet het noodapparaat niet. Ik heb als hoofd, dat was tevreden. Het noodapparaat hoeft niet. Ja, en je hebt ook veel meer vrijheid, hè? Want je kunt iemand in iemands hoofd zitten terwijl het beeld wat je hebt geschetst, minuscuul klopt het. Zelfs, je hebt zelfs hebben gelezen dat je onderzoek hebt gedaan of de Duitse soldaten met een uniform of zij wel of geen broekzak hadden. Ja, op een gegeven moment wilde ik een van de vier dus een broekzak. Ook ben al mijn half leven mee bezig met die oorlog en dan weet ik nog niet hoe het Duitse uniform eruit ziet. Hebben die überhaupt broekzakken? Weet ik niet. En dat heb ik opgezocht en uiteindelijk kwam ik bij een reenactment vereniging terecht. En toen ben ik erachter gekomen of ze wel of geen broekzakken hadden. Ja, dan moet je maar eens of dat... Ik weet het. Ja, maar dus zo gedetailleerd dus, ja, heb je ja, dus alle research, met koffie en dergelijke. En dat maakt het boekje, je zit zo in die dat herken ik wel van Patty van dat escapisme. Dat ik zat ook gewoon, soms als ik dan een schrijver was, dan las ik eerst kranten van die dag in 1914, Duitse kranten, in datzelfde schrift. Dat moest ik in het begin natuurlijk wel van wennen, maar op een gegeven moment ging het gewoon, en dat las ik voor de Nederlandse kranten. En ik was daarmee, gleed ik als het ware terug in de tijd, ja, we zijn een parallel universum, maar ik gleed dan terug in en ik was gewoon in 1914, ik was gewoon even in 1914, ja. Dacht ik dan, hè? Ja, nee, precies. Maar het is gewoon inleven in die sfeer natuurlijk. Ik zet ook voor die oude grammofoonmuziek op. Ja, we hebben daar ook eigenlijk marsmuziek, dat je ook... Ja, want dan ga je dus erin verdiepen en dergelijke. En wees blij dat je ook... blij. Heinrich Onervorst is op meerdere manieren, als uitgangspunt, geeft je boek zoveel meer cachet. In de zin van, het is een Duitser. Ja. Het is een roman dat het perspectief van een Duitse soldaat beschrijft. Dat is er niet echt heel veel. Ja, ik ken er in het Nederlands taal, ik weet geen echt. Nee. Dat kan er mij niet. Hoe is dat om in het Duits perspectief... Daar heb ik niet veel moeite mee. Niet? Nee, natuurlijk omdat die Eerste Wereldoorlog is natuurlijk een stukken minder beladen dan... Ik zou dat misschien niet, in ieder geval nu niet durven voor de Tweede Wereldoorlog.
dat je allerlei thema's moet gaan, ja, niet voor weg kunt lopen, die moet je dan toch aanraken, hè? Alle vervolgingen en toestanden. Ja. En dat leidt de aandacht af van wat ik dan eigenlijk met zo'n boek zou willen. En dat had ik hier veel minder, tot geen last van. Ja. Niet dat ze geen gruweldaden gepleegd hebben, dus dat is zelfs ja. Met name, hè? Nou, heeft hij zelfs van deel van uitgemaakt. Maar ja, ik kon hem toch wat gemakkelijker een plek geven. Ja. En ook omdat, je moet je voorstellen, die mensen in 1914, die waren natuurlijk nauwelijks geïnformeerd. Die Duitsers die wisten ook maar gewoon wat hun verteld werd, hè? Want de meeste mensen lazen geen kranten. Die kregen gewoon gezegd van ja, Frankrijk heeft ons aangevallen. Punt. Ja, nou, dat was het dan mee gezegd. Dus wij moeten ons verdedigen. Dat was hun eervolle taak eigenlijk. En dat maakt het iets gemakkelijker om in de huid van zo'n personage te gaan. En het tweede zeg maar haakje waardoor het boek zo interessant is. Het laat, als je denkt aan de Eerste Wereldoorlog, denk je gelijk aan de loopgraven. Ja, een loopgraven. Maar dit boek beschrijft je juist niet de loopgravenoorlog, maar de eerste maand. De maand augustus 1914, en dat was echt een bewegingsoorlog. Een blitzkrieg, ja. Een blitzkrieg. Je ziet ook, kun je eens vertellen wat je ziet? Die rode pijlen, dat zijn het klassieke von Schlieffen-plan waarmee de Duitsers dus via België, Luxemburg en Frankrijk aanvielen. Dat zijn die rode lijnen. Die blauwe, dat is de weg die mijn hoofdfiguur en mijn voorvader, voorouder hoe je moet noemen, heeft afgelegd. Dus die is helemaal van de grens, eerst naar Luik, toen terug naar Aken en dan helemaal zo door België te voet. Er waren dagmars van 40 kilometer per dag. En er waren ook mensen, daar kom je dan achter en denk van 40 kilometer, dat is toch belachelijk ver, dat houdt toch geen mens vol. En ja, ik denk, ja, je kunt toch slechts als soldaat zeggen, ik heb pijn aan mijn voeten, dat lijkt ook een beetje. Hè. Maar dat was zo, daar viel het tot 10-15% van de jongens die viel uit wegens voetklachten. Die konden gewoon niet meer verder. Blaren, enkels, weet ik wel, door de rug gezakt. Ja, en die waren gewoon ja, gewond dan, zeg maar. Ja. Had ik in het begin helemaal geen voorstelling van dat. Ja, goed, dat zijn ook gewoon mensen natuurlijk. Hè, maar, ja. Nee, is gewoon, ze liepen gewoon 40 kilometer per dag. Maar wat er precies gebeurde op die dag, dat is allemaal terug te lezen. En die blauwe, die paarse lijn, dat is ook het. Dat is ook de route die we ook volgen dan in het ruggengraat van het boek. Want hij moet vluchten. Waarom moet hij vluchten? In het verhaal. Ja, dat mag je dan. Maar dat heb ik allemaal zelf mogen verzinnen. Gelukkig. Dat is het voordeel als je er een man mee schrijft. Dat mag je zelf ook nog wel verzinnen. Ik wil er een klassiek thema aankoppelen wat toen, en misschien zoals tegenwoordig nog wel speelt, dat er een meisje, in dit geval een meisje, komt thuis met een foute jongen, althans die in de ogen van de ouders van de meisje burgemeester. Ja, want hij is burgemeester en hij is een steenwerker. Daar had ik dan een fabrieksarbeider van gemaakt. En ja, dat was een relatie die niet mocht. En daar werd het leven zo moeilijk gemaakt dat hij moest vluchten. Maar dat is een thematiek die volgens mij nog altijd wel... Ja, zeker. Maar dat is dus het verhaal de achtergrond, wat het eigenlijk het plot vooruit haalt. Ja. Ja, tuurlijk. En hoe weet je dat dan, dat zoveel mensen uitvielen, zeg maar, vanwege die voorbedachten? Ja, dat is opgetekend. Er is ontzettend veel over geschreven in de Eerste Wereldoorlog. En, ja, dan moet je wat dingen op gaan zoeken, hè, en dan kom je weer met hoe zit dat dan? Ga je dat specifiek opzoeken? Moet je archieven misschien? Nee, daar heb ik dan toevallig niet een archief voor hoeven te bezoeken. Maar ja, dan moet je weer een of ander Engels of Frans boek lezen en dan staat dat dan al in. Een hoop research. En ik dacht in het begin, ik ben al zo lang mee bezig, dat schrijf ik zo even. Maar hoe meer ik dat die mensen van vlees en bloed wilde maken, hoe meer research ik bij kwam kijken. Urenlang naar een merk sigaren gezocht. Ja, welke sigaren? Ik wil gewoon weten welke sigaren dat ze rookte. En ja, dat moet ook een beetje... Ja. We laten zien, dames en heren, en dat is ook, je ziet ook, van München über Metz naar Parijs. Ja, vrolijk. En een frische, vrolijke krieg. Men ging lachend en gierend en brullend. Dat is een hele beroemde foto natuurlijk, maar dat geldt voor de Fransen en de Engelsen en de Belgen net zozeer. Die gingen even met even blij. Want die hadden ook geen voorstelling hoe een oorlog eruit zou zien. Echt, want er was al 40 jaar geen oorlog meer geweest. Dat is wel lang geleden. Ja, en dat, ik heb een filmpje en er is ook geluid bij. In het begin horen we de Duitse keizer. Ja. Die, De mobilisatie afkondigt. Mobilisatie afkondigt en daarna wordt ondersteund met een Duitse mars. Die wacht am Rijn. Ja, en dat vind ik wel goed dat je die, als ik dat even nog mag zeggen. Ja? Goed dat je die gekozen, want als je in dat genre terechtkomt, dan komen natuurlijk heel veel foute muziek uit die Tweede Wereldoorlog. Hoogstwesterlieden. Ja, daar moet je mee oppassen. En ik wilde natuurlijk, en heb ik me echt in verdiept,
Er is een van de freak in Engeland die zei, elke dag legt hij op een oude grammofoon een plaatje erop en dan speelt hij dat af en dan kun je dat luisteren. En die had ook heel veel Duitse muziek. En toen ben ik, dan heb ik allemaal oude geluidsfragmenten. Toen zag ik dat uren laten luisteren. En dit is inderdaad ook zo'n fragment. En dat was een liedje uit die tijd, wat voor die mensen toen heel belangrijk was. Dus een beetje volksliedachtig. Ja. Ja, ik moet gewoon beseffen dat met deze mars zijn de soldaten gewoon echt het front toegestuurd. Ja, we gaan kijken naar authentieke beelden uit augustus 1914. Es Klaus, ein Hofbedonnerheit, wie schwer der Kniff und Wurfen war. Zum Rhein, wer will die Sturm des Güters sein? Die Vaterland, was ruhig sein, die Vaterland, was ruhig sein. En weet je altijd dan bij kan denken als je dan zo van die beelden ziet. De vraag die ik wil stellen, wat denk je hierbij als je het weer ziet? Ja, hoeveel van die knapen waren een week later dood? Dat is het enige wat ik altijd kan denken. Dat komt misschien door mijn, dat ik daar al heel lang mee bezig ben. Maar dat is eigenlijk al, want het geloof, zou zo met een Frans filmpje precies hetzelfde zijn. Dat gaat niet om. Ja, jij zei vroeger dood, maar ik denk van, ze hebben nu een glimlach. Ja. Mijn vraag is, wanneer gaat die glimlach weg? Ik denk wel dat hij heel snel bekeken was. Ja. Wanneer was het? Wanneer kwam de eerste? Want men dacht, als de bladeren van de bomen vallen, zijn wij in Parijs. Ja, dan vonden ze nog een pessimistische inschatting. Precies. Dus, het was nou ja, ze zijn in België, dus maar zeggen, bij ons drie landenpunt daar eigenlijk, zijn ze België binnengetrokken. En eigenlijk dachten ze dat die Belgen een beetje aan de kant gingen staan. Misschien nog een paar keer de lucht zouden schieten om het voor het, voor het effect, zeg maar. En dat ze hun dan zo doorlaten naar Frankrijk. Maar die Belgen die schoten terug. Er was totaal niet op gerekend. Dat was eigenlijk meteen al een deceptie. Want de eerste, en toen was ook meteen de angst dat mensen, hè, jongens met een BNA van verdiening al meer. Ja, toen denk ik dat het was dus de oorlog een paar uur oud, denk ik dat die helemaal wel voor de meeste overdwenen was. Ja, en dan zeg je gewoon, en de zijn been was af. En zijn scènes die beschrijven van hoe het aan toe gaat in het veldhospitaal. Dat zijn scènes waar ik echt heb moeten neerleggen van oké. Andere keer weer verder. Want ik laat nu afbeelding zien, dames en heren. De Eerste Wereldoorlog was ook de oorlog dat een soort van proeftuin was voor de plastische chirurgie. Ja, en we zien hier de oorlog die dus vrolijk begon. Mensen hadden dus geen idee eigenlijk, de meeste mensen hadden geen idee wat er te wachten stond. En dit is het, bereid je voor. Ja, kun je iets Ja, helaas wel. Maar. Ja, allemaal gezichtsverwondingen. Dat is ook de eerste oorlog waar de medische stand natuurlijk van die aard was dat je er überhaupt iets aan kon doen. Dat komt natuurlijk bij alle oorlogen voor, alleen waar die jongens ten dode opgeschreven. En om maar even met de meest twee vreemdste, de onderste rij, die twee middelste, of daar heeft hij een slurf aangeplakt hebben gekregen. Dat was een manier om huid te transporteren, dat konden ze nog niet. En als ze dan er even huid weghaalden en die in leven lieten, zeg maar, hè, dus die bleef hier gewoon zitten, dan trokken ze die baan naar boven en dan plakken ze op de neus waar geen huid meer zat erop. En dan moest het zo'n beetje met wildvlees en dergelijke, moest het dan maar een beetje aangroeien. En dan hopen ze dat het best wordt. Maar die liepen maanden, jaren met zo'n vooral van die dingen tot gezicht. Ja, ja. Je hebt heel veel, je hebt al een jarenlang een fascinatie over de Eerste Wereldoorlog die is ontstaan toen jij vroeger met je vader even deur was, natuurlijk precies. En je hebt heel veel research gedaan. Wat heb je nog eigenlijk ontdekt bij jezelf? Wat heb je zelf ontdekt bij toen je dit boek aan het schrijven was? Nou, ja, het enige wat me nu echt eerst te binnen schiet is toch wel een intens medelijden met die generatie. En dat ik heb nu toevallig over een Duitser geschreven, maar ik had hetzelfde boek over een Fransman of een Engelsman kunnen schrijven. Intens medelijden met die generatie, dat kunnen we ons denk ik niet helemaal, maar je moet dus die eerste twee maanden van die oorlog zijn by far, maar een fout Nederlands, fout Engels, de meeste slachtoffers gevallen
iedereen denkt altijd in die grote veldslagen van Verdun. Hè. En daar zijn natuurlijk de Somme en de Marne. Maar de meeste, echt, met dat was in die eerste twee. Toen knalden gewoon een miljoen Fransen of een miljoen Duitsers en die hebben zich gewoon letterlijk afgeslacht. En wat dat met die generatie gedaan heeft, ik denk dat, in medelijden. Want begrijpen kun je het, want je vraagt je echt af. Welk land, welk volk laat deze slagpartij gewoon doorsukkelen nog 4 jaar vervolgens. Hè? En dat, ja, ik kan alleen maar medelijden opbrengen voor die generatie. Dus dat is het eerste wat mij opkomt. Ja, ook soms dat ik zelf, als ik weer zoiets, ik heb heel veel brieven gelezen ook van frontsoldaten en eigenlijke. Of moeders die een dagboek bijhielden, hè, die in zorgen zaten over hun zoon, een Duitse zoon in dit geval. Dat je echt, ja, dat is af en toe wel een keer dat, terwijl het helemaal stilistisch wel niet verre van, maar gewoon dat je realiseert wat dat met een mens en een generatie doet. En ook wat ik heel sterk vond, ook met de achterblijvers. Dus elke dag zitten wat gaat er nu gebeuren? En elke week komt een bulletin van een dodenlijst en dan... Staat hij erop of staat hij er niet op? Echt met knikken in je naar het gemeentehuis, maar dan moest je dan zelf naartoe om het te lezen. En dan moest je maar zoeken of hij ertussen stond. Ja. Nog een vraag nog, en dan ga ik afgelopen. Nog een vraag. Wat heb je eigenlijk met het boek ook willen aankomen? Is er nog een boodschap ook voor de huidige generatie? Ja, toch wel. Ik ben niet zo heel erg van de boodschap, maar goed, ik denk, ik denk dat oorlog, wat ik steeds weer vaststel, is dat elke generatie, dat is ook weer het vervelende, elke generatie zich opnieuw, weer laat verlokken, laat verleiden door allerlei machthebbers, of dat nu generaals of ministers zijn, weer laat naar de zoveelste oorlog, en die geven ze altijd een of ander, de grote vaderlandse oorlog, of de laatste alle oorlogen, de moeder alle oorlogen, verzinnen maar zo gek, ik wil ook verder gaan, elke oorlog heeft ook zo'n naamplaatje, wat lekker bijkt in de media, of dat nou een oude krant is, of op Twitter, en elke generatie laat zich er toch weer opnieuw door verleiden, dat is iets wat ik... Sommigen althans. Ja, ik weet het niet. Ik heb het verleiden niet te doen. Ja, right. Maar ik word daar wel eens pessimistisch onder, toch wel. Ja. Zeg maar de hele romantiek van het feit. Ja, dat zie je ook wel. Ik zie er om me heen dat het eigenlijk wel een beetje weg hebt. Dat het gevaar van een oorlog zo'n beetje weg. Ja, maar dat is het gevaar, omdat we nu 70 jaar nu in West-Europa geen oorlog hebben gehad. Terwijl we elke dag op de week kunnen we de gevolgen zien en toch zien we het niet op een of andere manier. Lees het boek en je wordt gelijk oorlogsmoe. Denk je dat dat komt omdat het te ver weg is? Ik weet niet waar het door komt. Het is ook niet mijn poging om die vraag te beantwoorden. Alleen ik stel vast dat het zo is. Dat op een of andere manier glipt ons dat toch weer door de vingers. En dan gebeurt er iets en dan denken we dat we daar met soldaten naartoe moeten. Of zo. Vind ik vreemd. Blijf vreemd. Je ziet trouwens, dit is inderdaad het... Dit is zo'n verlieslijst waar dan allemaal namen staan. Hoewel ik ook zo stil van een krant, die bovenste stuk, dat is een grote flinke krant, een ouderwetse formaat nog. Mm-hmm. En is rijen, alleen maar namen van jongens die gesneuveld of gewond geraakt zijn. Dat jij maar welke gek gaat hiermee akkoord? Dat is een van die mysteries die ik ook nooit opgelost krijg. Daar gaat het ook helemaal niet over. Dat is die dieper liggende oorzaken waarom mensen blijven doorvechten. Maar dat is een ander verhaal nu, want anders moeten we een soort symposium gaan houden. Of de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. ik wou iets zeggen, maar ik ben het... Mijn grootmoeder zou dan zeggen, dan is het gelogen. Ik heb wel eens gezegd nog, want jij hebt ook nog een eigen website nog, Offer 1914, waar je ook nog een graphic novel in de maak is, ja, en nog een documentaire. Als je Offer 1914 in Google, dan komt er wel uit. Stel mijn website Hugoluiten.be. Dames en heren, mag ik een applaus voor Hugo Luiten en voor het van mezelf. Dat zijn twee complete andere verhalen en alle boeken liggen nu bij Peter en ik zeg, koop ze, want het zijn hele mooie verhalen. En George, kom eens naar voren, want we gaan nog één lied luisteren nog voordat we allemaal collectief water gaan drinken. En ik heb een George van lied zingen, waarvan ik dacht van dat de titel van het lied, moest ik meteen aan denken toen ik jouw boek las. Met name dat al die ouders, met name ook moeders, altijd van is er nu wel, is er nu niet. En zeker als je die lijst met name afgaat van staat er wel of staat er niet op. Het lied is van Frank Boeien. En George, jij bent daarmee, toen jij bij de Voice of Holland zat in 2014, toch? Daar ben je toch, dat is zeg maar jouw doorbraak. Een soort enter van die tijd geworden. Ja.
zeg maar, niet zo frank. Ja, zeg maar dat het niet zo is. Dat vond ik wel toepasselijk bij dit verhaal. George? Dankjewel. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee, ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt en we vergeten. Dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ze wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. Alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof je gewoon verder leeft, alsof je gewoon verder leeft. Als het niet zo is. Dank je. Jongens, we gaan even...